Yo, kijkers van IMT, we hebben met een nieuwe aflevering van Roller Coaster Tycoon 3. En we gaan beginnen aan een nieuwe scenario, namelijk La La Land. We moeten dus heel veel VIP's gaan verwelkomen. Laten we eerst beginnen met die VIP Cameo. Die wil graag een achtbaan hebben met identiteitswaarde gemiddeld van een 4. Oké, maar wat hebben we eigenlijk allemaal? Heel weinig. Ja. Laten we eerst snel die achtbaan gaan bouwen. Daar maar snel mee gaan beginnen. Ja, gewoon een heel simpel achtbaantje. Want ik moet ook verschillende themagebieden straks gaan maken. Dus ook hier een beetje een themagebied. Ik weet niet welke themagebied ik al moet hebben. Nu een beetje mee te kijken. Een Mixmaster show bezoeken. Wat is een Mixmaster? Oké, okay, zoek ik zo meteen wel uit. Ten step een minimaal 5. Oké. Okay. Avontuurlijk en science fiction. Oké. Okay. Je houdt echt maar pas mooi bij natuurlijk. Ik ga dat vast voorop stellen. Een klein simpel achtbaantje neerdumpen. Die best wel heel erg compact wordt. Dat zie je misschien ook wel. Misschien een beetje heel erg compact. Op zo'n manier. Misschien toch even een klein tikje breder zo meteen. Gewoon vlak houden en dan meteen een brede bocht. Ik denk eigenlijk wel dat hij meteen die kant op gaat, maar dat kan waarschijnlijk dus niet. Een vrij scherpe bocht zo. Wil ik hier een paar remmen hebben. Kan je mooi zo, dan dus een keer naar beneden nog. Nog een stukje die kant op. En dan wil ik er eerst een fotogedeelte hebben, want volgens mij heb ik er nog geld voor vragen. Ik was niet 100% zeker. Maar dat maakt mij niet veel uit, zolang ik maar geld ontvang. Kijken, toegangsprijs. 2,50. En dat gewoon eens een testritje gaan maken, die zo snel hoog mogelijk zetten. En dan wil ik heel graag erin gaan zitten. Dit lijkt me echt zo'n achtbaantje van, wauw. Dit is een achtbaan gebouwd moet worden. En dat is het ook gewoon. Ik ben dan gewoon net zo hoog. Ook best wel heel erg compact moet ik eerlijk zeggen. En als ik achtbaan bouw, zijn ze wel iets groter dan dit. Kijk. Het lijkt er wat meer op een echte achtbaan. Kijk eens. Zo'n manier. Of 10 wagentjes of 2x6. Dan ga ik voor 2x6. Nou, dan bouwen we hier tenminste even snel dat voetpad. Dat mensen via die kant erbij gaan kunnen. En dan zo. Beautiful. Mensen kunnen overal bij. Heb ik trouwens schoonmakers? Nee. Daar ben ik ook niet zo heel erg blij van. Monteurtje. Oké, okay. Schoonmaken 1. Jou wil ik graag even hebben. Jij hebt bij mij een route. Nee, niet het dak. Ik ga bij mij nu snel een routetje krijgen. Een plek wat jij mag gaan schoonmaken. En mag hier beginnen. Met dit stuk van het pad erbij. Dus ik zal even vast even moven. Hier naartoe. Ik vind het hele stuk al niet te lopen. Oké, okay, schoonmaken 2. Waar ben jij? Oké, okay, jij mag hier gaan beginnen. Met schoonmaken, dit stuk. Zo. En dit stukje mag je ook nog een heel stuk gaan meenemen. Ook alvast kan moven, hoef je ook niet te gaan lopen.
Zo ben ik dan wel weer. Jij mag dit hele stuk meenemen. Zo. Met dit kleine stukje. Mag jij natuurlijk ook. Kan ook ingekotst worden. Voor de mensen die dat niet weten, ik heb een beetje last van mijn stem. Dus je zit ook een beetje te horen. Een keer de keel schrapen en al dat soort kleine dingetjes. Die VIP gaat meteen die kant op. Daarna gaat hij even hierin. En nog iets anders gaan verzinnen. Een paar voedselkraampjes ergens neerdumpen. Natuurlijk, hashtag de mensen hebben honger. Openen. Eigenlijk boeit me geld in deze keer niet zo heel erg. Maar ik toch unlimited money heb. Maar je moet natuurlijk de parkrating hoog houden voor het extra zakcentje. Nou, dat doen we natuurlijk voor. En ik zie nog nergens prullenbakken staan. Dus dat is gewoon een paar prullenbakken overal neer gaan dumpen. Dat is op zich best wel belangrijk. En volgens mij is zo'n mixshow gewoon zo'n vuurwerkshow, dacht ik. Dat ik dit om moet gaan maken. Voor mij kost hier best wel veel geld. Want hashtag vuurwerk is hashtag duur. Hoppa. Een paar prullenbakken. En mulletonnen. Hoppa. Daar nog eentje. Daar nog eentje. In Rollercoaster Tycoon 2 was het nog veel beter systeem. Prullenbakken. Eerlijk is eerlijk. Nou, prullenbakken staan er. Wanneer komt die? 18 april. Dat is al bijna. De attractie mag ook open. Dan mogen echte mensen komen. Dan wil ik hier dus het themagebied Western hebben. En daar heb ik nog echt helemaal niks voor. Oké. Dat is ook handig. Zien jullie er nog helemaal niets voor Western? Het regent, de pannetjes worden nat. Oh, meen je dit? Gaan we dit weer krijgen? Nieuwe attractie, trams. Ik wil graag toiletten. Hier even heel graag hebben. Kost het 10 cent. Dan mag je 21 seconden er lang gebruik van maken. Kijk eens aan. Wat is toch een mooi park zeg. Ja, hier kan ik niet heel veel aan veranderen. Ik kan het wel iets sneller gaan zetten. Maar dat is alles. Oh, geweldig weer voor de eenheden. Ik kan daar helaas niet heel veel aan doen. Jongens, maak dus een lampje aan. Het begint donker te worden. Stop, stop. Ik ga hier weg. Is het te druk? Of te goedkoop? Voor die VIP benen van jou. Hoppa, nieuwe attractie. 220. Ja, vast wel voor neer te tikken. Trouwens, ik bedenk me net even iets. Ja, intensiteit is 5. Moest minimaal 4 hebben. En die andere moest minimaal 5. Die wil 2 achtbanen. Oh. That sounds pretty interesting. Dan bouwen we hier eens een andere achtbaan. Voor het andere thema. Dus doe ik even zo.
0 graden draai. Zie je wat dit van achtbaan is eigenlijk. Dat heb ik nog nooit eerder gemaakt. Deze achtbaan. Mij moet echt niet vragen hoe deze achtbaan gaat. Volgens mij is het gewoon een soort achtbaantje van... Ik moet maar iets maken. Ik weet alleen niet hoe het werkt. Oké, laten we gewoon eens kijken wat dit daar doet. Deze kant is omhoog getakeld en dan naar beneden. Oké, laten we hier gewoon eens in gaan zitten. Kijk hoe die gaat. Oh, dit is ook echt gewoon de uiterlijk van een draak of van een slang. Interesting. Oké, wordt gewoon omhoog getakeld dus. En dan in één keer. Floep. Downwards. Joef. En backwards. Het is best wel eng voor, denk ik, voor de mensjes. Ah, het is wel een hele compacte achtbaan. Deze is gewoon perfect. We gaan nog welke die twee rondes zelf doen. Dat wil ik echt wel eens weten. Wat? Oké, okay, dat was op zich vrij random. Maar laten we eens een ingang en uitgang hier neer donderen. Exit, enter. Nee. Entrance en exit, dat was hier neer donderen. Trek ze maar even iets langer doen. Kruis gewoon nog voor het Nester Park. Hij haalt het nu, hij haalt het maar net. Maar ja, net is net voldoende. Met een 5,5 als student zijnde is ook gewoon een voldoende. Hetzelfde als een studententeam. Nou, dat is het eigenlijk. Deze stenen. Kijk, deze achtbaan zou waarschijnlijk best wel in trek raken bij de mensjes. Maar hij mag wel open. Dat was de VIP trouwens blij. Oh, die is er nog steeds. Oh, had ik nou maar een paraplu meegenomen? Ze heeft te wachten tot hij naar binnen mag. Of iets. Oké. Okay. Die deelt allemaal handtekeningen nu uit. Zit hier nog. Oké, okay, schiet eens op. VIP, je gaat maar heel snel naar binnen. Okidokie. What the fuck is er allemaal aan de hand met deze game? Is het nou zo hard broken? Waarschijnlijk wel.
Ik wil wachten tot die VIP eigenlijk weg is en dan pas kijken als we het gehaald hebben. Nieuwe attractie algemeen. Ben je serieus? En gewoon serieus de nieuws van de nieuwste achtbaan. Scheid game. Echt waar, wat een scheid game. Die episode denk ik ook niet heel blij zijn nu. Denk ik. Eens kijken. Oh, redelijk tevreden. We achtervolgen door een hele menigte. Die hele menigte wat meelopen. Was de VIP blij? Dat is de vraag. Zo, ik moet een heel lang pad hier afleggen tussen de bergen door. Ja, en weg is ze. Bravo, we hebben het gehaald. Beginnersniveau. Oh, er is een VIP aangekomen. Leuk. Meteen de volgende. Maar in ieder geval, laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg.